Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de DDG-server. Yay! We zijn begonnen! Pep. Hey, ik vind het even serieus. Ik vind het heel erg vet dat we weer een DDG-server-tour hebben. Ze wisten anders dan Kingdom. Ze kan wel eens wat. Manticore en al die andere dingen. Onze eigen fucking server. Want het is niet alleen van mij. Het is ook van jullie. En daar sla ik een blokje op kapot. Gelijk even een paar dingetjes van tevoren voordat ik wat ga laten zien. Dit is trouwens Paranoia. Daar hoor je nu zo meteen meer over. Maar een paar dingen. Die een aantal aardappels niet helemaal snappen. Vandaar dat ik het in rozijntjestaal ga uitleggen. Ja, komt ie. Iedereen kan op de server. Het is alleen zo dat sommige nieuwe projecten, als jij geen VIP hebt, kun je vinden op dusdaletgames.nl, dan moet je eventjes wachten. Wij willen namelijk mensen die ons helpen dat deze server bestaat, dus de betalende leden, die mogen als eerste op nieuwe projecten. Maar het is volledig gratis. Het IP is dus play.dusdaletgames.nl. Dat stond ook in beeld. Toch zag ik zo'n 50 reacties van mensen. Not sure if trolling. Wat is het IP? Nou, staat dus boven in beeld. Jij druif dat je bent. Jij rozijn, jij aardappel, jij wortel. Nou, ik weet niet waarom ik groente en fruit steeds gebruik. Maar ik vond het wel leuk. Dat dus eventjes. Dus het IP is play.dusdaletgames.nl. Iedereen kan er gewoon op. Echt waar. Je kan er gewoon op. En je kan gewoon lekker games gaan spelen. Vervolgens heb ik nog een aantal mensen gehad. Die hebben gezegd. Hey, ik heb VIP gehaald. Maar ik heb de rank nog niet. En ik zie anderen wel. Klopt. Wij zaten met een PayPal issue. Die zat een beetje te kloten. Dus die ranks. Als je via PayPal. Of de allernieuwste. Die zijn er inderdaad nog niet bij. We moeten het voorlopig even handmatig doen. We hebben ook nou, ongeveer maar 128.000 keer gezet. Ik zal het ook even op de website zetten, zodat jullie het ook goed snappen. Vanaf 1 oktober, dan gaat de server open. Dus ik kan zelfs nu af en toe een keer offline zijn, wegens wat testen, updaten naar 1.6.4. Even een lobby fixen, kan van alles zijn. Vanaf 1 oktober is hij wel de hele dag door open. En dan is ook 100% jouw rank klaar. Dus, dan weet je dat alvast even. Waar heb ik het over? Ranks en servers en what the fuck, David, waar zit je nu dan? Nou, dit is dus de Paranoia server. Dit is één van de... Oh. Kut. Ja, ik dacht ik heb bloed. Dit is dus één van... Nee! Eén van de servers die je kan spelen op de DDG server. Dit is eentje waar heel veel mensen op zitten te wachten. Ik weet dat het zo is. En ik weet ook dat jullie daarom scheidhekel aan mij hebben dat ik hier al rondloop. Alleen hij komt eraan. Het zal misschien niet 1 oktober zijn, maar misschien 2 of 3 oktober. Ik weet het niet. Maar begin oktober, zoals ik altijd al gezegd heb, is hij er. Ik moet even iets sneller rondlopen, want hier word ik er helemaal gek van. Zo. Dan komt hij er dus. Begin oktober. En ik heb er heel veel zin in. Ik ga in deze video ook even uitleggen hoe en wat. En als je nu nog aan het kijken bent, dan ben je dus een echte baas. Want dan ben jij een echte DDG-kijker. En wil ik ook vragen of jullie massaal hier fucking veel likes op kunnen geven. Niet omdat het nou zo spannend is als Kingdom, maar wel omdat wij hier, en met wij bedoel ik op dit moment Jeroen en Batuan, zoals je ziet, het bouwteam, fucking veel tijd insteken. En zo om een uur of 5, 6, het is nou, wat is het? Het is nog geen 2 uur. Dan zit het hier echt helemaal vol, dan zitten we met 10 man te bouwen hier. En we zitten echt onze fucking, hoe zeg je dat? Oren uit de kop te werken? Nee, dat klopt niet. Nou, je snapt wat ik bedoel. Wij werken gewoon fucking hard hier. Speciaal voor jullie, om deze vette game zo snel mogelijk af te krijgen. Dit is trouwens een stadje hier. Wat redelijk zuidelijk is. En het is een... hier kun je wel goede loot krijgen. Alleen het is hier gevaarlijk. En meer ga ik er nog niet over zeggen. Anyway. Ja, we gaan verder. Ik ga gewoon stukjes laten zien. En ik hoop serieus dat jullie massaal die likes gaan geven op... op elke DDG server tour. Dan laten we het zo zeggen. Als deze video... 5000 likes haalt, dan geef ik een VIP Plus pakket weg van 10 euro voor deze server. Dacht je daarvan? Kies ik eentje, moet je even je Minecraft naam achterlaten en dan word jij VIP Plus voor een maand. Fucking vet toch? Oké, dacht ik ook. Meer informatie over wat je precies met VIP Plus kan, even kijken op dusdavidgames.nl en dan gaan we nou beginnen met de warps. Oké, wat kan ik laten zien? Nou, je hebt dit woestijnstadje gezien. Ik zal even voor jullie idee een beetje... What the fuck? Warp... Groep, toch? Of niet? Ja. Ik zal even voor jullie een klein beetje laten zien wat de verschillende stijlen zijn hier op Paranoia. Want het is echt... Het is niet hetzelfde, zeg maar. Kijk, dit is in een snow biome. En, nou ja, Verian Groep. Wel duidelijk wie hier aan het bouwen is natuurlijk. Verian. En dit is een heavily fortified stadje, zoals je ziet. Muren waar je gewoon eigenlijk niet overheen kan. Tenzij je dus een elf bent of een
Demigod. Dan kan het. Maar anders moet je gewoon hier door de fucking voordeur naar binnen. Ja. Maakt niet uit. Best een mooie deur. Dus is het wel waard om naar binnen te gaan. Ja, en dan wordt dit gewoon super huge. Dat is dus een stijl. We hebben ook nog Warp Dennis 1. Die kennen jullie wel waarschijnlijk van de livestream en van de trailer en dergelijke. Is ook een fortified stadje, namelijk een muur eromheen. Dus je kan er niet overal naar binnen. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, ik heb bijvoorbeeld ook David 2. Dat is ook een, als je het een beetje afschrijft, is dat ook een Warp. Dat is gek. Ah, oké. Okay, super. Ik weet niet wat er aan de hand was. Waarschijnlijk zit de bouwserver niet echt te springen om Warps te doen. Oh, nee, batten. Mooi man. Hij maakt details. Oké. Okay. Dit is ook een fortified stadje. En dan ga ik zo meteen uitleggen wat een niet-fortified stadje is natuurlijk. Dit is, zoals je ziet, een stadje. Een klein stadje, een paar huisjes. Een dorpje dus. Waar je ook trouwens op hele sneaky manier gewoon lekker naar binnen kan. Dit stelt je nou vast. Kijk, hier. Een riviertje. En hey, is daar misschien een ingang? Nou, oké. Okay, die heb ik niet gezegd. En wat je hier kan doen is... oh, dat is echt wel mooi. Laten we dan zo hem even afmaken. Dit wordt echt fucking vet. Nice. Ja, nice man. Dit huisje ook weer leeg. Nou goed, dat komt hier wel uit. Dit is een goudstadje zoals je ziet. De mensen hier die vinden het... die houden van geel, dat is duidelijk. En hier beneden kun je ook naar de mijn. Volg gewoon de rode lijn, dan kom je er. Snapt hij hem. Dit is ook een stadje die je gewoon makkelijk kan verdedigen vanaf hier. Zo, maar je kan niet naar binnen. Even kijken. Ja, sorry, ik ben even afgeleid. Ik moest even iets heel belangrijks doen. Wij kunnen vervolgens even kijken naar iets wat... hier, paard... Oh. Paarddorp bijvoorbeeld. Dat is in de swamp zit dit. En die is gewoon helemaal... Er zit geen muur omheen. Ik zal het je laten zien. Zie, want het begint hier gewoon zo. Je kunt ook op de map zien. Geen muren. En dit is dus iets waar je gewoon makkelijker naar binnen kan. Dus moeilijker te verdedigen. Maar het betekent dus wel dat de reward... I lose copper. Dat de reward een stuk hoger is als jij hier loot vindt. Of als je een tijdje... in je bezit houdt. Hoe dat precies gaat werken, dat gaan we ook nog uitleggen. Net als de classes, die krijgen gewoon allemaal een eigen video op DDG. Dat je precies alle classes kan zien en dat je weet, oké, dat is mijn ding of dat is helemaal niet mijn ding. Even kijken, ja, wat kan ik nog meer laten zien? Ik kan nog even iets anders laten zien, even heel kort. Ja, zoiets als dit. Ik zal het even laten zien wat hier is op de map. Zie je dat op de map? Zie je dat huisje? Kun je het huisje zien op de map? Nee, hè? Dat betekent dus dat heel veel dingen... Wat de fuck is dat voor een rare paal die daar staat? Ik weet niet wie dat gedaan heeft. Grapjas. Maar dat heel veel huisjes dus niet gewoon te zien zijn vanaf de lucht. Zie? Maar... Oh! Dus soms moet je echt gewoon over de map heen vliegen. En kun je niet alleen maar aan de hand van een dynamap die gewoon gaat komen. Zonder spelerlocaties. Zien hoe en wat. En op deze manier kun jij eigenlijk... ja, je gaat verschuilen. Voor mensen. Want mensen kunnen dus niet raden waar in de wildernis, en dit is echt in de middle of fucking nowhere, dat jij hier ergens met je crew zit te chillen, te kaarten, te pokeren en te drinken en te weet ik wat. Wie de fuck heeft dat ding gemaakt? Wat is dit voor iets belachelijks? Kan ik die gewoon weghalen of ga ik dan iemands werk kapot maken? Ik haal hem gewoon weg. Dit was dus eigenlijk een DDG server tour. Niet over de lobby, maar over een van de games. En in dit geval dus... Paranoia. Vond je dit nou fucking interessant? Zoals ik al zei, bij 5000 likes, dan doe ik gewoon een VIP Plus pakket weg. En joh, als het lekker gaat, dan gaan we het gewoon vaker doen. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb voor vandaag. En de volgende keer zal ik misschien even een ander projectje laten zien. En misschien dat de server dan ook wel live is. En dan ga ik gewoon weer een keer een livestream gooien. In ieder geval na 1 oktober ga ik zeker een livestream doen. Want ik weet gewoon dat jullie het leuk vinden om ook in mijn livestream te zijn. En dan mij te verslaan op je Nava Kesterbed. Want ik ben er echt super slecht in. Holy shit. Ik weet niet of iemand die video gezien heeft. Maar ik was gewoon niet... Ik ben geen echte PvP'er. Dat is een beetje het probleem. Goed. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Wil je dit elke dag? Laat het ook even achter namens jou en de rest van de DDG server kijkers en liefhebbers en dergelijke. Kom dus rustig een keer spelen op play.dusdavidgames.nl. Staat ook gewoon in de beschrijving natuurlijk. En bedankt voor het kijken. Doe een like op deze video. Abonneer op Dus David Games. En tot de volgende keer. Tot morgen misschien wel.
hangt een beetje van jullie af. Laat maar even weten of je dit wil.